Het conflict in de partijtop van Forum voor Democratie lijkt gesust. Medeoprichter Henk Otten gaat nog wel de Eerste Kamer in, maar zal daar geen fractievoorzitter worden. We gaan meteen naar onze politiek verslaggever Floor Bremer. Ja, Floor, het lijkt dus nu allemaal gesust, maar het waren roerige dagen binnen de partijen. Het waren zeker roerige dagen. Je zou het kunnen omschrijven als een serie verrassingsaanvallen tussen de twee hoofdrolspelers, partijvoorzitter Thierry Baudet en Henk Otten. Nou, dat begon allemaal met een interview van Henk Otten wat hij gaf aan NRC. Daarin was hij kritisch op Baudet en hij was ook kritisch op de koers van de partij. Die vond hij te rechts. Daar reageerde als verrassingstegenaanval Thierry Baudet weer op met een tweet waarin hij verzocht Henk Otten als medewerker van de Tweede Kamerfractie te stoppen. Nou, toen bleek dat daarachter een conflict lag over geld. Henk Otten die heeft geld overgemaakt, 30.000 euro van de partijkas naar zijn eigen bankrekening. Hij heeft dat ook weer teruggestort. Maar ja, toen zei Baudet en de rest van het bestuur wat nog over was, die zeiden van, ja, dit is een greep uit de partijkas, dit kan niet, hij moet helemaal weg uit het bestuur, Henk Otten. Toen zei Henk Otten, nee, dat doe ik niet, want dit is karaktermoord. Maar uiteindelijk vrijdagavond zei hij toch, oké, uit het belang van de partij treed ik dan toch terug uit het bestuur. En zo gingen wij het weekend in. Ja, Floor. En vandaag vervolgens reageren Baudet en Otten dan voor het eerst. Wat zeggen ze? Ja, de afgelopen dagen heeft Theo Hiddema als een soort woordvoerder en tevens ook bemiddelaar opgetreden. Hij heeft de twee partijen weer bij elkaar gebracht. Inderdaad, aan de oppervlakte lijkt de ruzie nu gesust te zijn. Maar wij spraken hier in het partijkantoor Thierry Baudet zojuist. En er is nog wel sprake van een breuk in het vertrouwen. Hoe zit dat tussen u en Henk Otten? Want daar was een vertrouwensbreuk. Ja, die is er nog steeds. Maar ik sluit me aan bij de beslissing van de lijst van de Eerste Kamer dat hij een nieuwe kans mag krijgen. En het ligt nu aan hem om zich te bewijzen. Maar kunt u wel samenwerken? Want u bent dan het hoofd van de Tweede Kamerfractie. Hij zit in de Eerste Kamerfractie. Kunt u dan wel met hem samenwerken nog? Ik sta open voor alle vormen van samenwerken. Ik denk dat het lukt. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Hij is diep door het stof gegaan. En de Eerste Kamerlijst heeft gezegd, nou goed, geef hem een kans om het vertrouwen te herstellen. Ik vind het ook mooi. Ik denk ook dat we nu naar de toekomst moeten kijken en verder moeten gaan. Ja, we hebben ook Henk Otten gesproken. Die zegt inderdaad blij te zijn met die steun van de andere leden van de Eerste Kamer. En hij heeft ons in een schriftelijke reactie laten weten dat hij ook opgelucht is dat die kwestie met de betaling nu is rechtgezet. Want hij vond dat dat te zwaar was aangezet. En hij denkt dat het allemaal goed gaat komen als iedereen vanaf nu, net als ik, zoals hij zegt, in het partijbelang voor ogen blijft houden. Dus de greep uit de kas waar het bestuur en Thierry Baudet het vorige week nog over hadden, dat heet nu officieel een gecorrigeerde banktransactie. Maar het vertrouwen tussen deze twee mannen, dat zal nog wel even duren voordat dat allemaal weer goed zit. Oké, duidelijk. Floor Bremer, dankjewel.